Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn favoriete producten van oktober zien. Ik heb mijn mandje erbij gepakt. Ik ga zelf ook weer eventjes kijken wat erin zit, want het is voor mij ook altijd weer een verrassing na een maand. Maar mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik zelf heel erg fijn vond van de maand oktober, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste product wat ik heb, dat is een Irresistible Matte Loose Powder in een long-lasting variant van Catrice. Dat is deze. Heeft de naam 001 Universal gekregen en dit is dus een losse poeder. Dit is dus geen poeder die bij elkaar geperst is, maar hier kun je heel goed zien dat het een losse poeder is. Dit soort poeders is ook heel geschikt om mee te baken. Weet je nou niet wat baken is? Baken, dat is eigenlijk dat je... met een sponsje een laag poeder aanbrengt. Meestal doe je dit onder de ogen. Dat laat je dus eventjes intrekken of pakken, zoals ze dat dan noemen. Want de huid neemt die poeder op en uiteindelijk veeg je het overige deel weer weg. En dat geeft een heel mooi resultaat, maar niet iedereen houdt ervan. Ik heb het zelf wel eens gedaan. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ik vind het vooral heel fijn als mijn make-up echt heel erg lang moet blijven zitten. Want vaak onder de ogen wil het snel verdwijnen en dan bake ik dat. En dan, ja... werkt dat heel goed. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken als gewone poeder om je gezicht mee af te poederen. Omdat hij dus transparant is, is dit geschikt voor iedere huidskleur. Dat is heel fijn. Ik ga hem niet schuin houden. Ik ga hem eventjes een beetje swatchen. Want ik heb een puntje van verbetering. Ik heb hem even geswatcht, maar je ziet hem bijna niet omdat hij dus transparant is. Het puntje van verbetering wat ik heb is dat deze poeders, die zitten aan de binnenkant, zitten gaatjes. En ik zal even een plaatje in beeld neerzetten, want je denkt misschien nu, wat bedoel je met gaatjes? Maar uit de gaatjes, daar komt de poeder. Deze poeders, die gaatjes, die worden afgedekt met een stickertje. Maar zodra je dat stickertje dus loshaalt... gaat die poeder overal heen. En dat is gewoon echt een nadeel. Catrice heeft een keer ook een losse poeder gehad. En die had dus een draaischijfje. Daar kon je de gaatjes mee afsluiten door middel van een plastic draaimechanisme. Dat vond ik zo'n goede optie. Dat ik heel erg had gehoopt dat ze dat door zouden zetten. Dat hebben ze helaas niet gedaan. Waardoor... ze met plastic weer werken, met zo'n plastic stickertje. En als je dan de poeder mee zou willen nemen, gaat die poeder overal heen. Dus daarom vind ik dit soort poeders niet zo geschikt om mee te nemen. Ik heb hem zelf nog niet gebruikt om te baken, maar wel gewoon om mijn gezicht mee af te poederen. Mijn gezicht werd meteen mooi mat, het bleef lang zitten. Een tipje wat ik nog wel eens doe, is als ik zo'n poeder opberg in mijn stash, leg ik er een wattenschijfje op, zodat het toch een beetje beschermd is. Maar dat is in ieder geval deze poeder. Ik durf hem niet eens meer schuin te houden, want de poeder was ook overal heen gelopen. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Revolution X uit de Fortnite collectie. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want hier is een uitgebreide video over online gekomen. Mocht je deze gemist hebben en alsnog willen bekijken, ik zal een linkje van de video in de beschrijving zetten. Het gaat om dit palette. Ik heb eventjes het omhulseltje eromheen gedaan, zodat je ook goed kunt zien dat het om een Fortnite palette gaat. Is gemaakt van... karton. En dit is het logo van het Cuddle Team, Leader Team en het Cuddle Leader Team. En ja, daarmee kun je hem herkennen. Ik vond het een heel leuk palette. Spiegeltje aan de binnenkant, leuke afbeeldingjes erin. Goed gepigmenteerd. Dit moet een palette zijn waar je van houdt, want heel veel mensen hebben niks met roze, wat ook helemaal prima is. Ik werd er zelf heel blij van. En dit is de pigmentatie. Dus ik vond dit echt een heel erg mooi palette. En ik ben heel blij dat ik deze nu lekker ook in mijn stashbak kan gaan leggen om vaker te gaan gebruiken. Ik zal eventjes het laagje weer opdoen. Dus echt een heel erg mooi palette ook. Ik probeer een beetje variatie in de merken aan te brengen, maar ik weet nooit precies meer wat er allemaal in zit. En dat maakt het soms lastig. Dan heb ik deze lipgloss uit de Lion King collectie. En dit is een swirl gloss met twee kleuren. De Pumba is dit. Dit is de 02 Align Sleeps Tonight. En het is een hele leuke lipgloss met een glinstertje erin.
Ja, ze hebben een hele grote applicator. Dus dat ziet er zo uit, daar moet ik best wel aan wennen. En hij ruikt heel erg lekker naar aardbei. Ik moet zeggen, je zag een heel klein beetje van het glittertje. Maar de donkere kleur overheerst op de lichte kleur. Want zo ziet de swatch eruit. Heel erg mooi. Ja, ik vond de dekking ook heel erg mooi. Vaak is lipgloss wat lichter, maar deze had ook een hele mooie dekking. Ik vind het echt een hele mooie lipgloss. Heel fijn. Hij is van Pumba. Die staat erop. Dus ja, hier was ik ook heel erg enthousiast over. Dan heb ik twee nagellakjes van Catrice. En deze komen uit de Brave Metallic lijn. En dat zijn deze twee. Ik heb ze allereerst in de kleur 03 Million Dollar Baby. Dat is deze blauwe variant. En dan hebben we hier de 04 Love You Cherry Much. En dat is deze ja, meer een beetje bruin-rood kleurtje. Het is een beetje een tussenin. Wat ik heel leuk vind is de roze dop. Hij heeft dan ook weer zo'n dubbele dop. Dus je draait hem eraf en dan komt het dopje tevoorschijn. Ik zal heel eventjes het kwastje laten zien. Heel basic, niet bijzonder. De blauwe nagellak die bleef echt super goed zitten. Die hoefde ik bijna niet bij te werken. Die bleef echt heel goed zitten. Die was ook heel lastig van de nagels af te halen door het fijne glittertje wat erin zit. Maar die bleef echt super goed zitten. Daar was ik heel enthousiast over. Je moet wel meerdere laagjes aanbrengen om de nagels echt volledig te dekken. Want ik vind het zelf niet zo mooi als er randjes van mijn eigen nagel doorheen komen. Dus ik breng liever een laagje extra aan. Maar dat is heel persoonlijk wat je mooi vindt. Dus deze bleef super goed zitten. Deze bleef iets minder goed zitten. Die had sneller chips. Dus die heb ik echt een paar keer moeten bijwerken. Maar deze kreeg ik dan weer heel makkelijk van mijn nagels af. Dus ja, als ik naar de kleuren kijk, deze is gewoon qua dekking ook echt fantastisch. Maar het blijft iets minder lang zitten. En deze heeft een iets mindere dekking. Blijft echt heel erg goed zitten. Maar het zijn wel twee hele leuke kleurtjes. En ik ben het op zich ook wel gewend dat nagellak wat sneller chipt. Omdat ik niet hele dure merken gebruik. Dus dat is op zich niet echt iets nieuws voor mij. Dan heb ik van Revolution X uit de Fortnite collectie een gezichtspaletten. Mooi paletten met drie producten voor het gezicht. Een bronzer, highlighter en een blush. Dit zijn de swatches. De bronzer had van mij nog net iets intenser gemogen. Maar nou ja, goed, dat is niet. Dat is een hele persoonlijke voorkeur. Want als je hem zo op de zwart ziet, lijkt hij best wel donker. Maar ik hou zelf net toch weer van een tikkeltje donkerder. Ik vind het ook leuk dat de namen erin staan. Maar de highlighter en de blush die vond ik heel mooi. En als je iets meer laagjes van de bronzer aanbrengt, komt hij ook wel mooi tot zijn recht. En ik vind het vooral ook heel leuk dat Loot Llama erop staat. Dat is een personage uit het Fortnite-spel. Even kijken. Dan heb ik van Essence een Redness Reducer Primer. En deze heeft Balancing en Calming. En hier zit Green Tree Extract in. Ja, is eigenlijk gewoon een primer die belooft roodheden te camoufleren. Maar ook je huid te kalmeren. En dat kon ik heel goed gebruiken, want mijn huid is echt super droog. Ik moet wel zeggen. Dit is niet gewoon, dit is heel normaal zeg maar. Er zit een klein openingetje in. Ik ga hem gelijk swatchen. De primer is wel wat aan de dunne kant. Ik ben normaal gewend dat een primer iets dikker is. Zo ziet hij er dan uit. Kijk. Ik was wel blij dat hij niet al te groen was. Want ik heb wel eens gehad met van die groene primers dat ik gelijk net een Shrek gezicht kreeg. Daar schrok ik dan wel van. Dat heeft deze niet. Hij ruikt ook heel lekker. Heeft een hele aangename geur. Ik zag ook echt wel dat de roodheden echt wel wat meer verdwenen. Dat mijn huid er wat rustiger uit kwam te zien. En ik merkte ook echt wel dat mijn huid een soort van gekalmeerd werd door de ingrediënten die erin zaten. Want mijn huid is echt best wel droog. Maar deze primer deed wel echt heel goed zijn werk. Dus daar ben ik echt heel erg enthousiast over deze. Dan heb ik van Catrice nog. Drie getinte lippenbalsems uit de Jungle Book collectie. Dat zijn deze. Die
komen niet heel lekker over, maar die heb ik ook al in een video laten zien. Even kijken of ik de namen nog kan zien, want ze hebben altijd wel namen, maar die teksten die zijn zo klein dat ik er echt soms een lampje bij nodig heb. Dit is de 010 Go With The Flow. Het is deze. En ik zal gelijk de kleur laten zien. Dat is dus deze. En ze hebben een heel erg leuk patroon. Ik ga ze gelijk eventjes swatchen. Dus ziet er gewoon leuk uit. Ook niet alleen de stick zelf, maar ook gewoon dat ze kleurtjes hebben. Dan hebben we hier de 030 en dit is Spirit. En ik vind het jammer dat de afbeeldingjes niet zo goed terechtkomen. Maar ja, daar doe ik even niet zo heel veel aan. Leuk kleurtje ook trouwens deze. Ze ruiken ook echt super lekker. Ook weer een soort aardbeiengeurtje. En dan de laatste kleur die ik heb, dat is de 020 Cross My Hearts. En dat is dus deze. Deze is iets lichter van kleur. Maar even goed, nog wel heel erg mooi. En dan zijn dit de swatches. Het zijn hele leuke lippenbalsems die een mooie kleur achterlaten op je lippen. Maar je lippen dus tegelijkertijd ook echt goed verzorgen. Want ik merk best wel dat mijn lippen sneller droog zijn. Ik vind het dan echt leuk om een getinte lippenbalsem te gebruiken. En deze zijn wel echt heel erg goed. Want ze voelen fijn aan en laten een leuk kleurtje achter. Dus daar ben ik ook heel erg enthousiast over. Dan heb ik van Essence de Hero Hero Under Eye Stick. En dat is deze. En dit is echt een stick waar ik echt onwijs enthousiast over ben. Dit is een stick die de huid hydrateert onder je ogen. En mijn huid is best wel droog. En ik merk ook dat ik op heel veel producten niet meer zo goed reageer. Maar deze stick is echt fantastisch. Het is gewoon een stick. Die er zo uitziet. Heeft een blauw kleurtje. Maar hij werkt echt fantastisch. Want ik breng dit gewoon 2 keer per dag ongeveer onder mijn ogen aan. Voordat ik mijn dagcreme aanbreng. En voordat ik mijn nachtcreme aanbreng. En ik merk echt dat mijn huid er een stuk beter uitziet met deze stick. Omdat echt de huid gehydrateerd wordt. En dat vind ik echt heel fijn. Dus deze stick is ook zeker een aanrader. Hier ben ik heel erg blij mee. Echt zo'n goed verzorgende stick die ook echt doet wat hij belooft. Dan heb ik nog een aantal producten uit de MetaFace Limited Editie van Catrice. Ook hier ga ik niet te lang bij stilstaan. Hier heb ik al een uitgebreide video over opgenomen. Ook hier zal ik nog even de link van in de beschrijving neerzetten. Dan begin ik eventjes met de primer en dat is deze. Ik zal nog even de namen noemen. Deze heeft de naam 01 Cyber Ayestic. En dit is een hele mooie primer met verschillende kleurtjes erin. En ik moet zeggen, hij bracht gewoon heel fijn aan. En hij brengt een hele fijne laag op mijn huid aan. Ja, en mijn huid is echt gewoon ja, goed voorbereid. Ik heb een heel klein beetje aangebracht. En dan zie je dat hij als eerste de blauwe kleur, zeg maar, pakt. Je ziet van de kleuren overigens niks als je dit aanbrengt door op je huid. Het is niet dat je dus of een blauw, groen, paarse kleur krijgt op je huid. Maar het is echt een hele fijne, fijne primer die ik echt heel fijn vind. Wel jammer, in de loop van tijd zul je dit natuurlijk gaan zien verdwijnen omdat dit de primer is. Maar het ziet er gewoon super leuk uit. Dan heb ik ook een highlighter en dat is deze. Die zit in een potje. Hele mooie highlighter. Heeft wel een gel basis. Daar moest ik aan wennen. En deze heeft de naam C01 Virtual gekregen. Ik zal hem eventjes nog swatchen. Maar hij is wel heel mooi. Hij moet hier en daar wel een beetje opgebouwd worden. Vond ik zelf. Want ik hou daar zelf wel van. Maar dit is hem. Het is misschien een beetje aanwezig. Het moet je kleur zijn. Maar ik vond het er wel echt heel erg mooi uitzien. Ik veeg het gelijk even weg. Want anders zit ik helemaal onder de make-up straks. Dan heb ik het oogschaduwpalet die er echt prachtig uitziet. Met de naam 01 Social Me. Echt een heel erg mooi oogschaduwpalet. Waar je wel van moet houden.
mooie spiegel aan de binnenkant met deze kleurtjes. Variatie van mat en shimmer. Er zit ook een balsem in. Die balsem had er van mij niet in hoeven zitten, want daar voel ik geen toegevoegde waarde bij. Maar oké, het maakt niet zo heel veel uit. Dat is smaken verschillen. Het moet ook wel een oogschaduwpalet zijn wat bij je past, want de kleuren zijn best wel intens. Maar ik vond het zelf een heel erg leuk palet om ook mee te spelen met andere kleuren. Dus hij is mij heel goed bevallen. Dus ik vond hem echt wel heel erg fijn. En hij ziet er ook gewoon natuurlijk heel erg mooi uit. En ook uit die collectie heb ik nog twee nagellakjes. In de kleuren C01 Pretty Avatar en C02 Cyber Beauty. En dat zijn deze twee. Ik moet ze eigenlijk zo houden. Het zijn hele leuke lakjes. Die paarse, ze vinden zichzelf semi-transparant. Maar die paarse geeft echt een hele goede, mooie dekking. Daar was ik echt heel erg enthousiast over. Het is wel een basic kwastje zoals je kunt zien. Maar prima om je nagels mee te lakken. Echt helemaal niks mis mee. Helemaal dikke prima. En deze kleur heeft mij heel erg verrast. Want die heeft een roze ondertoontje. Ik vond hem er echt heel erg mooi uitzien. En ik had niet verwacht dat ik hier ook zo enthousiast over zou zijn. Dus dit vond ik wel echt een verrassing. Maar omdat ze zich aangeven als semi-transparant, was ik heel erg eigenlijk blij met de dekking die ze gaven. Dus hele fijne kleurtjes. Blijven niet het allerbeste zitten, maar dat heb ik straks ook al uitgelegd. Ik ben dat een beetje gewend. Dan heb ik nog een product uit de Revolution X Fortnite collectie. En dit is de Peely Fixing Spray. Gewoon een fixing spray met een bananengeur. Oh, als ik eraan ruik, ik ruik die bananengeur. En weet je, dit doet me gelijk denken aan bananensnoepjes. Ik eet zelf geen bananen, maar die bananensnoepjes met zo'n suikerlaagje. Oh, daar ruikt hij naar. Helemaal lekker. Hele fijne fixing spray. Mijn gezicht werd er gewoon heel goed doorgefixeerd. Waardoor de make-up goed bleef zitten. En dan gewoon die geur erbij. Die is echt fantastisch. Dus echt een hele fijne fixing spray. En ook wel mede door die geur. Dan ben ik ook toe aan de twee laatste producten. En dat zijn nog twee oogschaduwpalettes uit de Lion King collectie van Essence. Ik heb hier allereerst de 02 Strong from Sunrise. Dat is deze. En dan heb ik ook de 01 Circle of Life. Het zijn dus deze twee paletten gemaakt van karton. Leuke paletten om te zien. Ik moet zeggen, er zit een grote spiegel aan de binnenkant, wat heel erg fijn is. Ik ga eerst eventjes dit palet dus swatchen. Zo ziet de binnenkant eruit. Er zitten hele leuke afbeeldingen in. Dus dat vind ik echt super leuk. Ik vind de kleuren ook heel mooi. Het is ook weer een combinatie van mat en shimmer. En ja, daar moet je van houden. Dit zijn de kleuren ongeveer die erin zitten qua pigmentatie. Ik moet wel zeggen, ik vond soms dat je de kleuren een beetje op moest bouwen. Met de swatches zijn ze dan heel duidelijk, maar op de ogen moesten ze een beetje opgebouwd worden. Maar dat ging op zich wel. Dus daar moest ik wel eventjes aan wennen, dat ze een beetje opbouw nodig hadden. Maar toen dat eenmaal erop zat, vond ik het ook echt wel heel erg mooi. Dus dat is deze. En dan hebben we dus deze. En deze heeft weer net wat andere kleurtjes. Wel weer leuke afbeeldingen, maar die heeft dit soort kleurtjes. Ook super leuk. Maar hierbij zeg ik ook, die lichte kleuren die hebben echt een opbouw nodig. Het is niet zo dat het pigment eraf springt. En dat ga je ook zien bij de swatch. Want deze is een stukje minder qua pigmentatie als die andere. Maar nogmaals, met opbouwen kom je heel ver hoor. En je kan natuurlijk ook altijd gewoon eventjes een oogschaduwbasis onderaan brengen. Dan wordt het ook al wat intenser. Er zijn echt wel trucjes om een oogschaduw intens te krijgen. Maar door opbouwen werden ze op zich best wel wat intenser. Dus ik ben wel toch wel heel blij met deze twee oogschaduwpalettes. Want ze zijn echt super leuk. Dan waren dit mijn favoriete producten van oktober. Ik had eigenlijk verwacht dat er meer in het mandje zat. Maar dan valt dat toch ietsjes tegen. Maar goed, desondanks zijn het hele mooie producten waar ik zelf heel erg blij mee ben. Ik ben benieuwd of jij misschien nieuwsgierig bent geworden naar een van deze producten naar aanleiding van deze video. Of dat je ook al eens een van deze producten hebt geprobeerd. En of jij er dan ook enthousiast over was of juist helemaal niet. Want ja, verschillende mensen, verschillende meningen zeg ik altijd maar.
ik ben in ieder geval heel erg blij om deze spullen terug in mijn stash te gaan stoppen. Om ze weer vaker te kunnen gaan gebruiken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!